Gegroet dames en heren en welkom op onze 7e videosessie over de geschiedenis van de sinologie aan de hand van boeken die bij ons te vinden zijn in de bibliotheek van de Vereniging België-China. Vandaag zullen wij het hebben over de beroemde Duitse geleerde Richard Wilhelm, die aanvankelijk naar China kwam als missionaris, maar die zich vrij snel na aankomst distantieerde van de missie en zich zou ontpoppen tot een van de belangrijkste sinologen uit de 20e eeuw. Van Richard Wilhelm hebben wij een prachtig boek in onze bibliotheekcollectie getiteld Die Seele Chinas of De Ziel van China. Dit werk werd uitgegeven in Berlijn in 1926 en ik vind het persoonlijk een van onze mooiste boeken. Die Seele Chinas bestaat uit 20 hoofdstukken en is een heel persoonlijke beschrijving, een ooggetuigenverslag eigenlijk, van de Chinese maatschappij in volle transformatie van keizerrijk naar republiek. In deze presentatie zullen wij het vooral hebben over het tweede hoofdstuk dat als titel Geboortsveen einer neuen Zeit draagt, of in het Nederlands De geboortepijnen van een nieuwe tijd. Dit hoofdstuk belicht op een heel originele wijze de boksersopstand die duurde van 1899 tot 1901 en die beschouwd kan worden als een van de belangrijkste gebeurtenissen naar de aanloop van de Chinese revolutie van 1911. Richard Wilhelm werd geboren in Stuttgart in 1873 als zoon van een schilder van glasramen. Het mag ons niet verwonderen dat hij als stellig van een vrome familie van 1891 tot 1895 theologie zou studeren aan de Universiteit van Tübingen. In 1895 slaagde hij in het theologisch staatsexamen en was hij predikant in verschillende gemeenten. In april 1898 vertrok hij als missionaris van het Allgemeiner Evangelisch-Protestantischer Missionsverein naar de stad Qingdao in de provincie Shandong. Als vergelding voor de moord op twee Duitse missionarissen het jaar voordien was de stad Qingdao in 1898 onder Duitse bezetting komen te staan. We gebruiken hier het woord stad in de meest vrije zin van het woord, want eigenlijk ging het hier om een klein vissersdorpje waar de woonomstandigheden voor de Duitse pioniers vrij primitief waren. In Die Seele Chinas schrijft Richard Wilhelm, en ik citeer, die paar Deutschen, die zich am Südrand der Tiaozhou-bucht in dem kleinen Fischersdorf Qingdao niedergelassen hatten, bildeten eine große Familie mit allen Zwistigkeiten freilich, die in großen Familien zu herrschen pflegen. Noch war kein europäisches Haus errichtet. Das Hotel war zwar im Bau, ebenso wie einige andere Gebäude. Aber man lebte in notdürftig eingerichteten chinesisches Fischerhütten. Einde van het citaat. In het Nederlands vertaald betekent dit: de weinige Duitsers die zich aan de zuidelijke rand van de Tiaozhou-baai in het kleine vissersdorp Qingdao vestigden, vormden een groot gezin, met alle ruzies die natuurlijk in grote gezinnen voorkomen. Er was nog geen Europees huis gebouwd, het hotel was nog in aanbouw, net als enkele andere gebouwen, en men woonde in geïmproviseerde Chinese vissershutten. Al vrij snel na zijn aankomst in Qingdao viel Wilhelm ten prooi aan ziekte en werd hij medisch ongeschikt verklaard voor missionarische werk onder de lokale bevolking. Zijn eerste maanden in China was hij dus gewoon predikant en schoolmeester voor de Duitse gemeenschap in Qingdao. In 1899 nam Wilhelm echter ontslag als predikant en begon hij zich in zijn vrije tijd toe te leggen op de studie van het Chinees. Van bij zijn aankomst ontwikkelde Wilhelm een grote bewondering voor de Chinezen. Zo was hij als pedagoog bijvoorbeeld zeer onder de indruk van de Chinese opvoedkunde, die, zo observeerde hij, vrij was van strenge straffen en strikte discipline. Zo lezen wij in Die Seele Chinas, en ik citeer, es gibt weinig länder, in denen die kinders zo ungeneemd und natürlich sich entwickeln dürfen. Und wo sie mit so viel Rücksicht und Liebe behandelt werden wie in China. Es spricht für diese freie Erziehungsmethode nicht wenig, dass aus all den ungebundenen Kindern doch recht brauchbare und ausständige Menschen werden. In Nederlandse vertaling betekent dit:
Er zijn maar weinig landen waar kinderen zich zo vrij en natuurlijk mogen ontwikkelen en waar ze met zoveel zorg en liefde worden behandeld als in China. Het pleit voor deze vrije manier van opvoeden dat uit die ongebonden kinderen zeer nuttige en fatsoenlijke mensen groeien. Deze manier van opvoeden was volgens Wilhelm instrumenteel voor de karaktervorming van de Chinezen, maar hij betreurde ten zeerste dat dit gecompromitteerd werd door de westerse bekeringsdrang. In die zele China's lezen wij dan ook, en ik citeer, kein volk ist freundlicher, treuer und liebevoller, wenn man ihm auf menschlichem Boden gegenüber tritt. Ohne etwas für dich zu wollen, weder Geld noch Arbeitsausbeutung. Oder was noch peinlicher empfunden wird, dass sie sich bekehren sollen und irgendeiner fremden Institution beitreten zum Zweck der ewigen Seligkeit. In het Nederlands vertaald betekent dit: geen volk is vriendelijker, trouwer en liefdevoller dan wanneer men het ontmoet op eenvoudig menselijk niveau, zonder er iets voor in ruil te moeten vragen. Geld, arbeid of wat zij nog als pijnlijker ervaren, hun bekering tot een buitenlands instituut omwille van hun eeuwige zaligheid. Dit soort meningen werd zeker niet gewaardeerd door het gros van de missionarische gemeenschap in China. Een Chinees die zich weigert te bekeren tot het christendom was voor een protestantse predikant of een katholieke pater in die dagen niets meer dan een koppige heiden wiens ziel reddeloos verloren was. Voor Richard Wilhelm was zulks niet het geval en in die zele China's merkt hij dan ook op dat, en ik citeer, es gar keine Heiden an sich gibt, denen eine Heide ist nur etwas, wofür man eine anders geartete Menschen hält, damit man ihr entweder bekeren oder zur Hölle verdammen kan. Volgens de Duitse sinoloog bestonden er dus geen heidenen als dusdanig, maar was het woord heiden slechts een benaming voor iemand die verschillend is van de westerlingen, met als enige bedoeling om hem te bekeren of om hem te veroordelen tot de hel. Het mag geen verwondering heten dat met dit soort attitude de missionarische carrière van Richard Wilhelm geen lang leven beschoren was. De oprechte sympathie die Wilhelm voelde voor China was absoluut geen evidentie op het einde van de 19e eeuw. Zoals wij reeds besproken hebben in onze vorige videosessies, was het Chinese keizerrijk na de opiumoorlogen een grootmacht in verval. Door een reeks afgedwongen ongelijke verdragen was China herleid geworden tot een semi-kolonie waarin westerse mogendheden juridische immuniteit voor hun burgers opeisten en zich mijnconcessies en vrije handelstoegang tot de Chinese havens toe-eigenden. Richard Wilhelm beschreef die pijnlijke situatie in die zele China's als volgt, en ik citeer, die fremden waren met geweld und unrecht eingedrongen. Sie hatten fremde Lehren verbreitet, denen sich Verbrecher und allerlei Gesindel angeschlossen hatte. Wenn es zu Streitigkeiten gekommen war, waren Kanonenboten erschienen und hatten Brandschatzungen eingetrieben. Und immer wurde das Volk von den Fremden und ihren Anhängern bedrückt. Einde citaat. In Nederlandse vertaling betekent dit, de vreemdelingen waren met geweld en onrechtvaardigheid binnengekomen. Ze hadden buitenlandse leringen verspreid waar criminelen en allerlei soorten gepeupel zich bij hadden aangesloten. Als er ruzies uitbraken, kwamen kanonneerboten tevoorschijn en vonden plunderingen plaats. En altijd weer werden de mensen onderdrukt door de vreemdelingen en hun volgelingen. De toenemende sociaal-economische ontwrichting die de westerse aanwezigheid teweegbracht, leidde op het platteland van Shandong tot grote armoede. En elementen uit de verpauperde boerenbevolking sloegen aan het plunderen. Als reactie hierop ontstonden in de dorpstempels volksmilities, die in de ban kwamen van rebellerende, half-religieuze organisaties. Hierover schreef Richard Wilhelm in die zele China's: Es gab Selbstschutzvereinigungen gegen das Rauberwesen, das Wege und Stege unsicher machte. Diese Selbstschutzverbände nannten sich Ichetuan, Vereinigungen zum Schutz der öffentlichen Ruhe. Es heißt, dass kurz nachdem in Deutschland dieser Titel umgewandelt wurde in Ichetuan, Faust zum Schutz der öffentlichen Ruhe. Das wurde den fälschlich mit dem Wort Boxer übersetzt, obwohl von Boxen bei der ganzen Sache nicht die Rede war. Ende Zitat.
In het Nederlands vertaal betekent dit: er bestonden zelfs verdedigingsorganisaties tegen overvallers die wegen en paden onveilig maakten. Deze verenigingen voor zelfbescherming heten Ichetuan of verenigingen voor de bescherming van openbare vrede. Er wordt gezegd dat kort nadien in Duitsland deze titel werd gewijzigd in Ichetuan, vuist ter bescherming van de openbare rust. Dat werd toen ten onrechte als boksers vertaald, hoewel boksen met de hele zaak niets te maken had. De boksers evolueerden van een volksmilitie naar een xenofobe beweging die zich verzette tegen de westerse aanwezigheid in China en aanvankelijk ook tegen de keizerlijke Chinese dynastie die de buitenlandse inmenging maar liet betijen. In 1898 kwam het keizerlijk hof, na afzetting van de hervormingsgezinde keizer Kwangju, onder leiding van de keizerin-regentes Cixi te staan, die zeer vijandig stond tegenover de westerse aanwezigheid in het Rijk. In 1899 slaagde Cixi erin de anti-dynastieke vreemdelingenhaat van de boksers op de buitenlanders af te wentelen en met de opstandelingen een verenigd front tegen het Westen te vormen. Richard Wilhelm verwoordde deze situatie als volgt en ik citeer: hadden die Europese machten niet immer vide davon gesprochen, dass man China aufteilen wollte wie eine Melone? Und dies alles vermochte die manchurische Dynastie nicht zu verhinderen. Ja, der Kaiser selbst war in der Händen der Reformer, die China zu einem Staat nach fremden Mustern machen wollten. Darum hinweg mit dem fremden Herrschen, nieder mit den Manchus, Schutz den Chinesen. Nicht lange hatte die Bewegung diese Spitze. Die alte Kaiserin-Witwe hatte ihrem Neffen die Zügel der Regierung wieder aus der Hand genommen und reaktionärer, fremdenfeindlicher Geist machte sich bei Hofe geltend. So änderte sich die Devise nieder mit dem Fremden, Schutz dem Kaiserhaus. Einde van het citaat. In het Nederlands vertaal betekent het: hadden de Europese mogendheden niet gezegd China als een meloen te willen verdelen? En de Manchu-dynastie kon dit allemaal niet voorkomen. Ja, de keizer zelf was in handen van de hervormers die van China een staat in buitenlandse stijl wilden maken. Dus weg met de buitenlandse heersers, weg met de Manchus, bescherm de Chinezen. Deze beweging had het niet lang voor het zeggen. De oude keizerin-weduwe had de teugels van de regering weer uit handen van haar neef ontnomen. En een reactionaire xenofobe geest deed zich gelden aan het hof. Dus veranderde het motto: weg met de vreemdelingen, bescherm het keizerlijk huis. Aanvankelijk bleef de boksersopstand beperkt tot materiële schade. Spoorwegen werden kapotgemaakt, telegraafverbindingen verbroken en kerken vernield. In januari 1900 startten de boksers echter een agitatie op grote schaal waarbij buitenlanders, vooral zendelingen en missionarissen, het leven verloren. Yuan Shikai, de gouverneur van Shandong, die sinds 1895 ook het bevel voerde over een van de modernste Chinese legerkorpsen en die vreesde voor algehele chaos, maakte in zijn provincie al gauw een eind aan de boksersopstand. Bovendien weigerde hij gehoor te geven aan de bevelen van de keizerin-regentes Cixi toen deze hem oproep tot collaboratie met de boksers. In Die Zele Chinas schreef Richard Wilhelm aldus, en ik citeer: Yuan Shikai drängte die ganzen Massen, die der Bewegung anhingen, zu seiner Provinz hinaus. Sie wandten sich darauf der Hauptstadt zu, wo sie ihm dem alten Haudegen Tung Fu Xiang und ihm dem Prinzen Tuan Schutz und Führung fanden. Außer Yuan Shikai sorgten auch die beiden Generale am Yangtze, Liu Kun-i und Zhang Zhedong, für Ruhe, und auch Kanton hielt sich stille. So blieb die Bewegung im Wesentlichen auf dem Norden und Nordwesten Chinas beschränkt. Einde citaat. In het Nederlands betekent dit: Yuan Shikai verjoeg de hele massa aanhangers van de boksersbeweging uit zijn provincie. Deze begaven zich vervolgens naar de hoofdstad, waar ze bescherming en leiderschap vonden in de oude houdegen Tong Fu Xiang en in prins Tuan. Naast Yuan Shikai zorgden de twee generaals in de Yangtze-regio, Liu Kun-i en Zhang Zhedong, voor rust. En ook de provincie Guangdong bleef stil. De boksersbeweging bleef in wezen beperkt tot het noorden en het noordwesten van China.
De in het citaat vermelde generaal Tong Fuxiang was de aanvoerder van een elitekorps van Chinese moslims uit de provincie Kansu. En prins Tuan was de rabiaat xenofobe raadsheer van de keizerin-regentes. Met de steun van deze twee politieke zwaargewichten begonnen de boksers met een belegering van de diplomatenwijk in de hoofdstad. Dit bloedige beleg duurde 55 dagen, van 20 juni tot 14 augustus 1900. De verdediging van het ambassadekwartier werd geleid door de Britse gezant en een honderdtal gewapende ambassadewachters van verschillende nationaliteiten die de wijk barricadeerden met geïmproviseerde stellingen van meubilair en zandzakken. Ofschoon het in de provincie Shandong vrij rustig bleef, kwam het in de regio rond de stad Kaomi toch tot incidenten. En volgens Richard Wilhelm was het Duitse contingent dat in Qingdao gelegerd lag, hierbij zeer gewelddadig en wreed opgetreden. In die zele China's lezen wij hierover, en ik citeer: als die Deutschen troepen aanrukten, schlossen die Dörfer ihre toren toe und begannen mit ihren kanonen in die Luft zu schießen, wie sie das gewoond waren, wenn Rauber um den Weg waren. Wie erstaunten sie jedoch, als die deutsche Artillerie sich davon nicht entschrecken ließ, sondern wiederschoss und mit welch vernichtendem Erfolg. Die Frauen und Kinder wollten nun zu einem Seitentor hinaus entfliehen, aber von deutscher Seite hielt man die Frauen in ihre roten Hosen für Boxer und nahm sie unter Maschinengewehrfeuer. Einde citaat. In het Nederlands vertaald betekent dit: toen de Duitse troepen naderden, sloten de dorpelingen de toegangspoorten en schoten zij met hun kanonnen in de lucht, zoals gebruikelijk wanneer rovers dichterbij kwamen. Hoe verbaasd moeten zij geweest zijn toen de Duitse artillerie zich hierdoor niet liet bang maken, maar met vuur beantwoordde, en met wat voor vernietigend succes. Daarna probeerden vrouwen en kinderen te vluchten door een zijpoort, maar de Duitsers, die de vrouwen in hun rode broeken aanzagen voor boksers, beschoten hen met machinegeweren. Ondertussen bleef de bloedige belegering van het ambassadekwartier in Beijing door de boksers verder duren. Met al dat bloedvergieten kon een reactie vanuit het Westen natuurlijk niet lang op zich laten wachten. Een internationale interventiemacht werd naar China gestuurd om het buitenlandse ambassadekwartier in de hoofdstad te ontzetten. Op 14 augustus 1900 werd de diplomatenwijk bevrijd door een achtlandenalliantie die bestond uit Japanse, Russische, Britse, Franse, Amerikaanse, Duitse, Oostenrijk-Hongaarse en Italiaanse troepen. Vooral de Duitse keizer Wilhelm II zon op wraak voor de dood van zijn ambassadeur, Clemens von Kettler, die als allereerste westerse hoogwaardigheidsbekleder om het leven kwam bij de boksersopstand. Op 27 juli 1900, toen het Duits expeditiekorps in Bremerhaven was aangetreden voor verscheping naar het Rijk der Midden, sprak keizer Wilhelm de hoop uit dat zijn troepen in China dezelfde reputatie zouden verwerven als destijds de horden van Attila de Hun in Europa. En wel zodanig dat geen Chinees het ooit nog zou wagen een Duitser scheef aan te kijken. Deze beruchte Hunnenrede wordt beschouwd als een van de grootste diplomatieke blunders van de keizer en werd later door de tegenstanders van Duitsland gretig uitgebuit als propagandamiddel om hen zoveel mogelijk in een slecht daglicht te stellen. In beide wereldoorlogen zouden de Duitsers bij de geallieerden dan ook als Hunnen te boek staan. Richard Wilhelm schreef hierover in die zele China's en ik citeer: die Deutschen haben im Weltkrieg den Titel Hunnen von ihren damaligen Verbündeten erhalten, weil in der Aufregung des Augenblicks den ausziehenden China-Kämpfern die Hunnen als Vorbild mitgegeben worden waren. Diese Beschimpfung war unverdient. Alle Beteiligten zeigten damals auf unzweideutigste, dass sie solcher Vorbilden nicht bedurften. In het Nederlands betekent dit: tijdens de Wereldoorlog ontvingen de Duitsers van hun voormalige bondgenoten in China de bijnaam van Hunnen, omdat in de opwinding van het moment de vertrekkende China-strijders de Hunnen als rolmodel meekregen. Dit scheldwoord was onverdiend,
Alle betrokkenen lieten zich destijds ondubbelzinnig zien dat ze zulke rolmodellen niet nodig hadden. Na de vernietiging van de boksers werd het Chinees keizerlijk hof gedwongen om op 7 september 1901 het boksersprotocol te ondertekenen. Dit resulteerde niet alleen in een gigantische herstelbetaling aan de westerse landen die slachtoffers te betreuren hadden, maar ook in de executie van een aantal hovelingen. Ondanks de wreedheden die de boksers begaan hadden, toonde Richard Wilhelm begrip voor de Chinese opstandelingen en plaatste hij het geweld in een bredere menselijke context. In die Zele China's lezen wij, en ik citeer, in Wirklichkeit kann man wohl sagen, dass der Bewegung eine ehrliche nationale Begeisterung zugrunde lag. Grausamkeiten kommen immer vor, wo die bestialische Triebe der Menschen durch Hass entfesselt werden. Angesichts des Weltkrieges verblasst das Bild der Boxerzeit zu harmloser Bedeutungslosigkeit. Einde citaat. In het Nederlands betekent dit: in werkelijkheid kan worden gezegd dat de boksersbeweging gebaseerd was op een oprecht nationaal enthousiasme. Wreedheid komt altijd voor waar de dierlijke instincten van de mensen door haat worden losgelaten. In het licht van de wereldoorlog vervaagt het beeld van de boksersdagen tot een onschuldige onbeduidendheid. Over de westerlingen in China was hij veel minder mild en daarover lezen wij in die Zele China's en ik citeer: man war überzeugt der höheren Kultur Europas, die es zu wahren galt gegen die gelbe Gefahr, ohne zu bemerken, dass man sich im Gegenteil selbst in der Offensive befand und alles tat, um die große Kultur Ostasiens so gründlich wie möglich zu vergiften. Denn auch Kulturen können vergiftet werden durch für sie tödliche Suggestionen. In het Nederlands betekent dit: men was overtuigd van de hogere cultuur van Europa die tegen het gele gevaar beschermd moest worden, zonder op te merken dat men eigenlijk zelf in de aanval ging en zodoende al het mogelijke deed om de grote cultuur van Oost-Azië zo grondig mogelijk te vergiftigen. Want ook culturen kunnen worden vergiftigd door fatale waanbeelden. De afgang van de keizerlijke Qing-dynastie in het boksersdebacle zou de steun die zij genoot bij haar bevolking helemaal doen wegkwijnen. Bovendien deden de door de keizerin-regentes teruggedraaide hervormingen het besef groeien dat China enkel uit het slop kon raken door een republiek te worden. Nadien zou het in China nooit meer helemaal rustig worden en uiteindelijk werd het keizerrijk door Sun Yat-sen ten val gebracht tijdens de Chinese revolutie van 1911. De eerder vernoemde Yuan Shikai, wiens moderne legerkorps onontbeerlijk was voor de sociale orde in de kersverse Chinese Republiek, kwam in 1912 aan de macht als eerste president van China. Toen in 1915 Yuan Shikai opnieuw een keizerrijk trachtte te installeren met zichzelf als keizer, werd opnieuw een periode van gewelddadige chaos ingeluid die pas in 1949 zou eindigen met de oprichting van de Chinese Volksrepubliek. Na de val van het keizerrijk bleef Richard Wilhelm in Qingdao verder aan het werk als onderwijzer voor zowel Duitse als Chinese leerlingen. Ondertussen verwierf hij in zijn vaderland grote faam als vertaler van de Chinese klassieken. In 1911 publiceerde hij een vertaling van de Tao Te Ching en in 1912 verschenen van zijn hand vertalingen van de Liezi en de Zhuangzi. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Qingdao bezet door het Japanse leger, maar dat weerhield hem er niet van om in 1916 een vertaling van Mencius uit te geven. In die periode distantieerde hij zich ook volledig van de buitenlandse missioneringsbeweging. In die Zele China zegt hij hierover, en ik citeer: eine Kirche in einer Kulturnation kann sich nur von selbst konstituieren. Sie kann nicht unter der Leitung von Fremden stehen, ohne selbst zur Inferiorität verdammt zu sein. So habe ich den Niemand in China getauft und bin dem Wesen des chinesischen Volkes vielleicht eben dadurch um zu näher gekommen. Einde citaat. In Nederlandse vertaling betekent dit: in een geciviliseerde natie kan een kerk slechts ontstaan uit zichzelf, niet onder de leiding van buitenlanders.
In dat geval zal zo'n kerk zichzelf veroordelen tot inferioriteit. Omwille van die reden heb ik niemand gedoopt in China. En net daarom wellicht verkreeg ik zo'n innige band met het Chinese volk. In de zomer van 1920 keerde Richard Wilhelm, na 20 jaar in China te hebben doorgebracht, tijdelijk naar Duitsland terug. Lang zou hij echter niet in zijn vaderland vertoeven. Van 1922 tot 1924 was hij verbonden aan de Duitse ambassade in Beijing als wetenschappelijk adviseur. In die periode gaf hij ook les aan de Universiteit van Beijing. Hier maakte hij, met behulp van zijn Chinese leraar Lao Naixuan, zijn beroemde vertaling van de I Ching, of het Boek der Veranderingen. De verklarende commentaren in dit werk, dat uitgegeven werd in 1924, werden niet alleen rijkelijk gelardeerd met citaten uit zowel de Bijbel als het werk van Goethe, maar bevatten ook talrijke verwijzingen naar de protestantse theologie en de klassieke Griekse wijsbegeerte. In 1924 keerde Richard Wilhelm terug naar Duitsland en kreeg hij een benoeming als professor Chinese geschiedenis en wijsbegeerte aan de Universiteit van Frankfurt. In 1925 richtte hij in de schoot van die universiteit het China-instituut op, dat een belangrijk centrum werd voor de culturele uitwisseling tussen China en Europa en dat vandaag nog steeds bestaat. Tegelijkertijd riep hij het tijdschrift Sinica in het leven, dat tot 1942 gold als het belangrijkste Duitse sinologische tijdschrift. In 1926 verscheen Die Zele China's en 2 jaar later publiceerde hij een vertaling van de Chuncho. Tijdens zijn professoraat raakte Richard Wilhelm bevriend met enkele grote figuren, waaronder de auteur Herman Hesse en de bekende psychiater Carl Gustav Jung. Wat Richard Wilhelm als sinoloog voor die tijd zo uniek maakt, is zijn verwerping van de eurocentrische kijk op China en zijn hartstochtelijk pleidooi voor de uitwisseling tussen culturen. Op 1 maart 1930 stierf Richard Wilhelm, jammer genoeg op veel te jonge leeftijd, aan een ziekte die waarschijnlijk het gevolg was van zijn harde pioniersbestaan in Qingdao. Hij werd begraven op het kerkhof van Bad Boll in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg en zijn grafsteen bestaat, hoe kan het ook anders, uit een bol uitgehakt in travertijnsteen, omsloten door de 8 trigrammen uit het Boek der Veranderingen. Wij hopen dat u deze presentatie interessant vond en wij kijken er naar uit u weldra te mogen verwelkomen in de bibliotheek van onze vereniging België-China.